Nou, ik sta echt dagelijks voor lul als ik val of zo op een trap, maar ik kan nu even niet iets groots bedenken. Gênant. We hebben allemaal wel eens een situatie die we liever niet overdoen. Een moment waarop je voor gek staat. Je wordt uitgelachen en wilt het liefst door de grond zakken. Wanneer stond jij het laatst voor lul? I once took a photograph. I was wearing a short top and it was winter, but I'd forgotten to shave my underarm. And then I took the photograph and the guy was like, whoa, what's that? So that's embarrassing. Ja, toen ik naakt over een rotonde rende en de politie ineens me aanhield, toen heb ik de meest awkward preek van mijn leven gekregen. Dat als ik het nog een keer zou doen, dat ik met mijn blote billetjes de cel in moest. Laatst in de stad, want toen viel ik dus vol op mijn bakkes. Dus... Nou, ik maak altijd wel iets gênants mee. Ik ben de queen van blunders en bijvoorbeeld vandaag in de ochtend mijn laptoptas tussen de deur van de bus. Ja. Was dat meest gênant? Ja, vast wel, maar ik kan me niet echt een heel groot moment herinneren in de recente geschiedenis of zo. Nu, misschien. Eigenlijk, ik denk van de week, want ik had mijn haar geblondeerd en het was helemaal uitgebleekt. Dus ik zag er echt een beetje uit als Barbie van Oger zo en dat was wel heel gênant. Als ik mezelf een cijfer geef, zou ik mezelf gewoon een 10 geven. Als ik daar te groot ben, word ik een levende Barbie. Ik groette iemand en ze was echt zo van, ik ken je niet, sorry. En toen was ik echt zo van, oh shit. I wanted to buy a CD once and it was one of those where you needed parental advisory. And the guy asked me in English if I was engaged, because he saw I had a ring on my finger in the CD shop and I didn't understand English that well. So I thought, yes, engaged, am I authorized to buy the CD? So I kept on saying, yes, yes, and I was 13 years old and he thought I was engaged. And I was so serious about it as well, because I really wanted that CD. Nou, er zijn wel eens foto's van haar gemaakt die beter niet ergens hadden mogen verschijnen. Ik had weinig kleding aan op die foto's en ze waren niet Facebook waardig, laat staan waardig voor andere familieleden van mij. En die hebben ze toch onder ogen gekeken. Ik heb een keer bij een dansvoorstelling van een vriendin van mij gezegd dat haar moeder die stond naast haar en ik dacht dat het de oma was. Dus ik heb tegen haar gezegd van, is dat je oma? En zegt ze nee, dat is mijn moeder. Take a trip, take the damn picture.